ben Isabel Wolf. Ik werk nu ruim 2 jaar voor Hierzorg. Trajectbegeleider, dus echt het ambulante begeleiden van cliënten. Vanaf begin april start ik hier aan de Slotlaan. Nou, nu is iedereen nog heel hard aan het werk om de boel voor elkaar te krijgen. Behangen, schilderen, de inrichting moet nog gebeuren. En wat ook heel leuk is, is dat we dat met en begeleiders doen, maar ook cliënten helpen hier elke dag aan mee. Wat ik gemerkt heb, ik heb in het verleden ooit zelf een burn-out gehad. En toen ik bij hier kwam werken, dan kom je erachter hoe dun de scheidingslijn is. Mensen met psychische problematiek. En mensen eigenlijk die gewoon zijn vastgelopen in hun leven. Ja. En van daaruit een stuk ondersteuning hebben. Niet direct op zichzelf kunnen wonen. En hier eigenlijk weer leren hoe ze zelfstandig kunnen worden. Ik hoop dat we een leuke kliek hebben. Wat goed met elkaar kan vinden. En wat hier een mooie tijd gaat beleven. En het spul weer op de rails gaat krijgen. Ja. Mensen met echte insteek die zien dat er wat moet veranderen en daar open voor staan. Ik vind het heel fijn om mensen verder te kunnen helpen. Het kunnen ook mensen zijn die eigenlijk gewoon hun hele leven lang wel hebben gefunctioneerd, maar ergens zijn vastgelopen. En dan samen met die cliënten kijken van wat heb je nodig en wat zijn je doelen? Dat vind ik heel gaaf om mensen daarmee te helpen. En ook dan resultaten zien. En wat heel belangrijk is, is ook dat we in gesprek blijven met elkaar. Ook met de mensen die hier in de buurt wonen, bezorgd zijn. Dat wij ook als aanspreekpunt zijn voor die mensen. Ja, voor de buurt zeg ik alleen maar kom langs. Schuif eens aan, kom eens een kop koffie drinken. We hebben een paar buren hebben we al op visite gehad. Ook bij het restaurant hier hebben we die uitgenodigd. Ja, die waren lovend. En die heeft nou ondertussen alweer 2 keer hier koffie komen drinken. Die vindt het hartstikke gezellig. En ik denk dat het heel belangrijk is ook om te beseffen dat, wat ik net ook al zei, dit zijn mensen die zijn vastgelopen en die hebben hulp nodig. En daar zijn wij voor.